15 nieuwe kleuren? Wat? Ik en ik denk de meeste van jullie zijn gek op stationery. Persoonlijk vind ik het zowel leuk om te onderzoeken wat er nieuw is, wat er hip is en wat er trendy is. Daarnaast vind ik het natuurlijk ook heel erg leuk om allemaal te gebruiken. En tenslotte vind ik het ook heel erg leuk om te verzamelen. En ik denk, hoop, weet eigenlijk wel zeker, dat de meeste van jullie minimaal 2 van deze 3 tikken met stationery ook hebben. Daarom zijn we tenslotte hier. Zoals de meeste van jullie wel een keer hebben gezien, ben ik gek op deze Sakura Jelly Roll Moonlight pennen. Ja, probeer dat maar eens heel snel achter elkaar te zeggen. Sakura Jelly Roll Moonlight pennen. Sakura Jelly Roll Moonlight pennen. Sakura dat dus. In totaal waren er 15 kleuren beschikbaar, inclusief een zilveren en een witte. En die zijn voornamelijk heel erg tof, omdat ze het zowel op wit papier en op zwart papier gewoon heel erg goed doen. Vooral op zwart papier is echt prachtig. En vanwege dat succes is deze serie uitgebreid nu met 15 nieuwe kleuren. Namelijk 5 grijze tinten en 10 natuurtinten. Deze zijn dus iets rustiger qua kleur. Maar zouden het net zo goed moeten doen op zwart papier en op wit papier als deze pennen. En dat gaan we testen in deze video. Naast de felheid van de kleuren is er nog één ander groot verschil tussen de pennen. En dat is namelijk de dikte van de lijnen. De oude Moonlight pennen die hebben namelijk een schrijfdikte van 0,5. En de nieuwe pennen die hebben een schrijfdikte van 0,3. Dus die zijn wat dunner. Dus ook dat zullen we gaan merken. Ik heb zelf nog niet getest hoe de kleuren eruit zien of wat dan ook. Dus dat gaan we echt samen doen. Ik ben heel erg benieuwd. En na het testen gaan we meteen eens even kijken of we er wat leuks mee kunnen maken. Ik heb nog geen idee wat. Dat komt wel goed. Oh, en mocht jij nou ook deze pennen willen, de oude of de nieuwe. De nieuwe zijn trouwens nog niet als set te krijgen momenteel. Zodra dat zal zijn, zal ik die ook in de omschrijving zetten. Momenteel zijn ze dus allemaal los te krijgen. Maar ik zal dus sowieso de links van de pennen in de omschrijving zetten. En nou, genoeg geklest. We gaan lekker even experimenteren en wat eerste indrukken opdoen. Om het een beetje goed te kunnen testen heb ik hier zowel zwart, bruin als wit papier neergelegd. Op die manier kunnen we kijken wat de verschillen onder andere zijn. Ik zal eerst even deze kleuren gaan testen. Voor de mensen die mij kennen, die zullen wel zien dat ik heel erg benieuwd ben naar deze kleur. Ik denk, zoals ik het nu verwacht, wordt dit mijn favoriet. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe die hele donkere kleuren eruit komen te zien. Vooral op dat zwarte papier. En of je überhaupt wel verschillen gaat zien tussen de grijs tinten. Want ja, als ik kijk naar de doppen, lijken ze heel erg veel op elkaar. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat uiteindelijk het resultaat gaat geven. En ik zal daarna even de oude kleuren erbij pakken, die erbij vergelijken, om een beetje de intensiteit van de kleuren te gaan vergelijken. Dus ja, laten we dat maar gaan doen. Nou, dan gaan we gewoon beginnen. Zoals alle gelpennen in het begin altijd, hebben ze even tijd nodig om te werken, om een beetje inkt in die bal te krijgen. En als linkspoot is het soms lastig, want het duurt wel even voordat dit droogt. En het valt me op dat hij echt wat lichter opdroogt dan als je er meteen mee schrijft. Dus de kleur verandert echt nog na. Nou, zoals verwacht, die donkergrijze zie je bijna niet. En hoewel deze ook wel ietsjes lichter opdroogt, ik zie er niet zoveel van en zo te zien, zien jullie er ook niet zo heel erg veel van. En hetzelfde geldt voor de donkerbruine. Oh, maar deze daarentegen, die springt wel echt al van het papier af. Ik had namelijk gedacht dat dit echt meer een meer paarsige kleur zou zijn. En deze is dus toch echt wel wat rooier. Maar het is wel een hele mooie kleur. Oké, nu gaan we richting de pasteltintjes. Deze is ook wel heel erg tof. Die is een beetje lila. Deze vind ik ook wel heel erg mooi, die lichtgroene. En dan Le Moment Suprême. Eens kijken hoe deze eruit komt. Oh, oh, oh. Ja.
Goed zo, mooi. Ik ben altijd heel erg bang dat ik iets verkeerd schrijf. Dat is op zich wel grappig. Dat jullie natuurlijk nu allemaal kunnen zien. Oh, en deze is ook wel heel erg mooi. Dat zijn in ieder geval deze kleuren op het zwart papier. Tot nu toe is mijn oordeel dat ik de kleuren wel echt heel erg mooi vind. Ze drogen ook lekker mat op. Daar hou ik ook heel erg van. Naar mijn idee hadden 5 grijstinten misschien niet gehoeven. Vooral vind ik de 1, de 3 en de 4 heel erg veel op elkaar lijken. Dus dat had voor mij minder gemogen. En dat ik er dan bijvoorbeeld nog een geel bij had kunnen hebben en een rode bijvoorbeeld. Dat je echt meer een lijn hebt. Ik moet wel echt zeggen dat ik dit stukje kleuren echt heel mooi bij elkaar vind passen. En ik denk wel dat je hier iets heel erg moois mee kan maken. Of het nou een spread is in je bullet journal of gewoon een illustratie. Ik zal nu ook nog eens eventjes de kleuren testen op die en die. En dan zien jullie me zo terug. Zoals je ziet heb ik het dus ook op het bruine en het witte papier getest. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het op het bruine papier niet heel erg mooi vind. Dan is het wat valig. Misschien als dat je bedoeling is, dan is het natuurlijk heel erg leuk. Maar zelf word ik er niet heel erg warm van. Met uitzondering van een paar donkere kleuren. Namelijk vind ik de donkergrijze heel erg mooi op dit papier. De donkerrood, aubergine, paarsachtige kleur. En de donkerblauwe. Wel valt het me op dat vooral de grijstinten op het witte papier veel beter tot hun recht komen qua verschillen. Dus je ziet echt dat deze lichtgrijs meer een koude grijs is. Dit is een donkere koude grijs. Dit is een lichte warme grijs en een lichte donkere grijs. En dit is gewoon echt een donkere grijs. Dus in dat opzicht zie je wel echt wat verschil. En naar mijn idee zie je dat verschil hier beter dan dat je dat op het zwarte papier en zelfs op het bruine papier ziet. Maar al met al, ik vind de kleuren heel erg mooi. En het valt me op, hoe langer ik kijk naar deze kleuren, hoe meer ik er mooi ga vinden. Dus dit is echt zo'n pen waarvan de liefde gewoon groeit. En dat is ook goed. Om de vergelijking verder helemaal af te maken, lijkt het me ook nog heel erg leuk als ik deze nog even ga swatchen op de andere kant van het papier. Dus die gaan we even switchen en dan gaan we die even inkleuren. Zo zie je eigenlijk wel heel erg goed de verschillen. Dus je ziet inderdaad dat de neonkleuren en deze veel feller zijn dan die. En dat maakt deze niet minder mooi ofzo. Het is gewoon echt heel erg anders. Geeft ook een heel ander idee. Op het bruine papier zie je dat ook wel heel erg duidelijk. Ik moet zeggen dat de kleuren op de camera er iets feller uitzien dan in het echt. Dus ook maar net een beetje hoe het licht erop schijnt natuurlijk. Want als ik op de camera kijk denk ik, oh, maar dat is toch eigenlijk heel erg mooi op het bruine papier. En als ik zo in het echt kijk denk ik, beetje dof. Dus dat is op zich ook wel heel erg grappig om te zien. En op het witte papier zie je het eigenlijk ook. Ja goed, de zilver en de witte, die zie je bijna ook helemaal niet. Dat is op zich ook logisch. En je ziet ook niet echt het neon gebeuren van deze pen op wit papier. In het echt zie je dat wel ietsje beter, maar op camera ook wat minder. En op wit papier vind ik die weer een heel stuk mooier. Dit zijn in ieder geval dan de kleuren. En dan gaan we er een keertje wat leuks mee tekenen en wat leuks mee kleuren. Ik denk iets met een maan, iets met doodles, iets met art deco. Ik ben nog even aan het twijfelen, maar dat zien we vanzelf wel. Zoals jullie zien heb ik mijn Blackout Journal erbij gepakt. En na wat onderzoek doen en wat Pinterest neuzen, kreeg ik me toch weer bezig een leuk idee. Ik moest namelijk denken aan Moon, want het zijn natuurlijk Moonlight Gel pennen. En ik zag dat er een maan was op de cover van dit boekje. En toen dacht ik, misschien leuk als ik een soort tattoo-achtige illustratie maak. Maar dan met een maan en met allerlei leuke kleurtjes en een beetje een mandala. Dus het is een mandala. Ja, flauwe grapjes en zo. Ik vind ze leuk. Nou, het schetsen, daar zie je niet zoveel van. Ik had al het vermoeden dat het beeld iets minder goed zou zijn op camera. Want zelf zag ik het al niet zo heel erg goed. Maar ik zie in werkelijkheid is het nog minder. Dus dat schetsen heb ik grotendeels een beetje overgeslagen in deze video. Wel gebruik ik tegenwoordig om te schetsen een vulpotlood. Dus een mechanisch potlood. Omdat ik deze niet hoef te slijpen. Daar vind ik ook heel erg handig voor. En deze heb ik toevallig een keer gekocht van Faber-Castell. Er zit een 2B in, dus hij is ook niet al te dik. En ik vind hem heel erg fijn. Ik gebruik hem echt heel erg veel. Als de schets eenmaal klaar is, zie je dat ik met een kneedgum de basisschets ietsjes lichter maak.
om vervolgens met de witte pen de basislijnen te gaan maken. En voor wie dat misschien niet doorheeft, omdat de camera boven mij hangt, moet ik natuurlijk heel erg gek zitten met mijn armen naar voren en dan tekeningen gaan maken en zo. En het is lastiger dan je zou denken. Dat is toch wel echt een skill. Een skill die ik iets beter nog moet gaan leren. Dus ook nu met die witte pen zie je hier en daar wat foutjes. En is het niet heel erg strak. Maar naar mijn idee is dat straks met het eindresultaat valt het bijna niet meer op. Dus dan is het al minder erg. Maar ja, denk er maar eens over na hoe gek wij moeten zitten met onze armen naar voren. Zodat die camera het kan zien en je niet de hele tijd ons hoofd ziet. Vooral aangezien ik eigenlijk een tekenaar ben die altijd heel erg met de neus zo bovenop het papier hangt om alles zo goed mogelijk te zien. Dat is trouwens ook de reden waarom je af en toe opeens krullen in beeld en zo ziet. Want dan vergeet ik even dat er een camera is en denk ik, oh ja, nee, hoofd naar achter, armen naar voren en verder tekenen. Dan dat we allemaal iets heel geks hebben tijdens tekenen. Misschien dat iemand anders de hele tijd op de andere nagel bijten of steek je je tong uit als je een tekenen bent. We hebben allemaal wel zo'n gekke kop. Dat is als een mascara gezicht. Moet je maar eens opletten op je eigen gezicht als je mascara opdoet. Want dat is ook altijd een beetje gek. Maar goed, genoeg praten over mascara. Het gaat gewoon over tekenen. In eerste instantie had ik alleen de maan getekend met die slierten eraan. Maar ik merkte heel gauw dat ik toch een beetje iets mis in het midden. Dus vervolgens heb ik ervoor gekozen om in het midden ook nog een kleine mandala te maken. Die een beetje op een klassieke manier te tekenen. En dan vervolgens de maan met horizontale doodles te doen. En een beetje echt op een zendoodle mandala stijl. Dus aan de ene kant lijkt het een beetje op een droomvanger. En op een maan en een mandala. Dus noemen we het een dromen maandala. Met een dubbele A. Oké. Toen ik aan het kijken was welke kleuren ik precies wil gaan gebruiken voor deze illustratie, was ik een beetje aan het experimenteren nog en zo. Had ik trouwens ook allemaal gefilmd, maar dan werd het echt een ellendig lange video. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, al is deze video al wat langer dan normaal. Ik hoop dat jullie dat niet al te erg vinden. Maar ik was dus een beetje wat kleurcombinaties aan het experimenteren. En opeens kwam ik erachter dat de combinatiekleuren van de neon en de nieuwe moonlight kleuren heel erg tof bij elkaar passen. Dus vervolgens heb ik de lichtgroene gebruikt in combinatie met de felgele, de doffe oranje met de felle oranje. Ik heb dat gedaan met de paars tinten, groen, de turquoise tinten, de donkerblauwe en met de rode tint. Dat houdt dus ook in dat ik de grijze kleuren niet echt heb gebruikt. Zoals ik net ook al zei, vind ik die op zwart papier gewoon niet heel erg bijzonder. En dan vind ik persoonlijk vergeleken het wit, vind ik toch dat de witte een wat mooiere kleur achterlaat en een mooier contrast op het papier. Maar ja, het viel me dus inderdaad op dat die kleuren heel leuk bij elkaar zijn. En ik wou heel graag iets van een regenboog effectje maken, want dat vind ik vooral heel erg leuk met deze pennen. En vooral met een mandala, want op die manier kan je hele leuke kleurovergangen bij elkaar krijgen. Toen ik eenmaal de kleuren volgorde had gekozen, heb ik daarna pas de details toegevoegd. En vanuit daar ga je eigenlijk opbouwen. En het grappige is met de mandala is dat, vooral als je met de hand tekent, ze zijn nooit allemaal precies hetzelfde. Dat lukt gewoon niet. Er zijn namelijk geen robot. En op die manier vind je overal van die kleine imperfecties. Maar eigenlijk vind ik dat wel heel erg leuk. En zoals ik al vaker altijd tegen mensen zeg, die imperfecties die je zelf ziet als je iets maakt, die ziet een ander vaak helemaal niet. Want een ander kijkt er zo anders naar dan jijzelf. En ik denk dat dat ook bij grote kunstenaars is. Of gewoon bij mensen die het voor de hobby doen. Je bent altijd veel kritischer op jezelf. En op je eigen werk en je eigen creaties. Maar probeer er gewoon met een frisse look naar te kijken. En dat helpt ook gewoon een hele hoop. Verder hoop ik oprecht dat het allemaal goed gaat met jullie. Dat jullie allemaal momenteel gezond zijn in het huidige klimaat. Het is gewoon een beetje raar allemaal. En als ik heel eerlijk ben, ik heb heel veel moeite met het verplicht thuiszitten. En het is niet eens zo dat ik echt iemand ben die altijd naar buiten moet of altijd naar iedereen heen moet. Maar ik merk wel dat ik er heel erg behoefte aan heb. Ik ben niet een introvert persoon. Ik ben extrovert en ik ben druk en ik ben graag onder de mensen. En ik krijg graag aandacht van mensen en ik ben graag aanwezig. En ik merk dat ik dat stukje niet kwijt kan, dat stukje energie. En dat vind ik wel echt heel erg lastig. Ja, en dan ben ik natuurlijk ook weer zo'n muts die dan niet durft te bellen naar vriendinnen en zo, om gewoon even te bellen. Ja, dat is gewoon een beetje een dubio voor mezelf. Sowieso aangezien wij nu natuurlijk met de verhuizing het heel erg druk hebben gehad. En heel weinig mensen hebben gezien.
En ik had eigenlijk juist met mezelf afgesproken dat ik het nu weer wat wil gaan oppakken. En wat meer sociale contacten weer wou zien. En wat meer wou, ja, gewoon gezellig met vriendinnen wou afspreken. En wat meer naar buiten wou gaan. En nu kan dat niet. En ik weet dat het een luxe probleem is. Maar ik heb er wel moeite mee. Dus ik hoop dat jullie dat niet hebben. Ik hoop dat jullie het wel gewoon heel erg naar jullie zin hebben. En ondanks alles, ja, je gewoon wel prettig voelen. En dat iedereen ook gezond is. Zowel lichamelijk, even met het hele corona gebeuren. Maar ook mentaal. Dat vind ik ook gewoon heel erg belangrijk. Wel ben ik trouwens heel erg benieuwd naar wat voor creativiteit jij nu aan het doen bent. Dus ik neem aan dat er ook een hele hoop van jullie nu allemaal thuis zitten. En dat jullie ook vrij weinig nu kunnen doen. En ik ben heel erg benieuwd, wat ben jij nou aan het doen in de tussentijd? Zelf merk ik dat het thuis zitten qua creativiteit zowel zorgt voor inspiratie als voor rusteloosheid. Dus dat is eigenlijk ook wel grappig dat het zo tegenhangend kan zijn. Dus aan de ene kant krijg ik heel veel zin en heb ik heel veel inspiratie. Aan de andere kant weet ik eigenlijk niet wat ik moet tekenen. Ik weet dat elkaar enorm tegenspreekt. En ik krijg wel ideeën, maar dan denk ik van ja, misschien kan ik dat niet of weet ik veel wat. Die onzekerheden hebben we allemaal wel eens, denk ik. Maar goed, genoeg over mijn eenzaamheid en creativiteitsfalen en zo. We gaan even verder op naar de tekening. Ook vond ik het wel heel erg apart dat ik echt merkte de verschil qua dikte van de pennen. Ik ben namelijk iemand die heel erg hard kan duwen op pennen en stiften als ik aan het tekenen of aan het schrijven ben. En ik merkte vooral dat met die 0.3, met die nieuwe kleuren, dat ik dat niet zo echt moet doen. Want als ik namelijk te hard duw, komt er veel minder inkt uit. En het is net alsof die bal erin een beetje tegen gaat werken. Dus ik moest echt een beetje op mezelf letten om gewoon niet te hard te duwen en gewoon een beetje te relaxen. Want ik ben dan echt als een verkrampt iemand dan aan het tekenen. En ik krijg ook last van mijn handen en zo. En dat moet ik eigenlijk ook niet doen. Dus in dat opzicht is het ook heel goed voor mij. En dan kan ik er een beetje op letten. Maar het viel me in ieder geval wel heel erg op. Dat je zelfs in die 0.2 mm verschil toch wel echt dat merkt als je aan het tekenen bent. Ten slotte voeg ik nog wat details toe. En dat is eigenlijk het eindresultaat. De mandala, droomvanger, mandala maan. Ja. Dit is het resultaat geworden. Ik moet zeggen dat ik hem echt heel erg tof vind geworden. In het begin zat ik in zo'n fase dat ik dacht van, oh god, waarom film ik dit? Dit is gênant. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Daar ben ik heel erg blij mee. En waar ik ook heel erg blij mee ben, dat zijn de nieuwe kleuren van de Moonlight Jelly Roll Sakura pennen. Die. Leuke vind ik van de pennen is dat ze heel goed passen bij de kleuren die er al zijn. Vooral als je ze op deze manier combineert. Op die manier krijg je wat meer tinten van dezelfde kleur. Dat vind ik heel erg tof. En als ze nou nog een mint groene of zo zouden maken. Ja, dat zou ik echt heel erg cool vinden. Dit was weer een hele andere soort video dan wat jullie tot nu toe volgens mij een beetje van mij gewend zijn. We hebben eerste indrukken gedaan, wat geëxperimenteerd en wat getekend. Mocht je dit soort video's leuk vinden, laat het weten door een like achter te laten. De vraag van deze video is, welke kleur vind jij nou het leukste van de 15 nieuwe kleuren? Zoals jullie al weten, persoonlijk vind ik de turquoise echt fantastisch. Maar de andere kleuren vind ik ook al heel erg mooi. Ik ben heel erg benieuwd. Laat het me weten in de reacties beneden. Nou, en verder wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. En tot ziens. Doei!